Hallo, ik ben Ingeborg van MBO Mediawijs en deze tutorial gaat over Trello. Trello is een superhandige projectmanagement tool die heel goed is in te zetten voor jezelf, maar ook voor complete teams, tot en met groepen met studenten aan toe, dat je daar als docent aan kan meekijken. Alleen ik moet daar wel een kanttekening bij zetten, want Trello is niet AVG-proof. Je moet hier een account aanmaken om te kunnen inloggen. Ik ben inmiddels ingelogd in Trello en dan zie je dit als beginscherm. Je ziet hier mijn persoonlijke borden en je ziet hier borden die ik heb in een team. Op het moment dat je een nieuw bord wil maken, kun je gebruik maken van schablonen. Die staan hier allemaal in categorieën, bijvoorbeeld voor het onderwijs. En dan kan je er even doorheen scrollen om te kijken welke jij interessant vindt. Bijvoorbeeld, ik klik er maar eventjes eentje aan. Er staat hier wat extra informatie en er staat dan bijvoorbeeld hoe zij dat hebben ingericht. Je kunt de lijsten overnemen en je kunt eventueel de kaarten overnemen als je dat wilt. Maar net zo makkelijk is het om er eentje zelf te maken. Dan ga ik even terug naar de home en dan zeg ik hier bijvoorbeeld nieuw bord aanmaken. Ik maak hier een nieuw bord aan. Ik zeg bijvoorbeeld dat het in MBO Media Wijsheid Team moet. En standaard komt hij op met deze achtergrond. Dat kan ik hier in het menu aan de rechterkant kan ik dat allemaal wijzigen. Bijvoorbeeld, ik kies een andere foto. Er staan standaard een aantal foto's in die je zo mag gebruiken. Maar je kunt ook een eigen foto uploaden. Hier staan vervolgens ook nog meer dingen in wat je hier allemaal kan instellen. De butler is bijvoorbeeld een soort van hulpje. Power-ups, dat zijn extra toegevoegde programmaatjes, dus extra functionaliteit die je kunt toevoegen in Trello. Er zit wel een restrictie aan als je de gratis versie van Trello gebruikt, dan heb je maar één power-up en heb je de betaalde versie, dan mag je ervan veel meer gebruik maken. Vervolgens, als ik deze even sluit, hoe werkt dit nou precies? Ik werk met lijsten en je werkt met kaarten in Trello. En we werken eigenlijk helemaal volgens de Scrum-methode. Dat betekent, je hebt een to-do-lijst, je hebt een doing-lijst en je hebt een dan-lijst. En je kunt er natuurlijk altijd nog een extra lijstje aan toevoegen als jij dat handig vindt. Een kaart toevoegen, dat is eigenlijk zoveel als een taak toevoegen. En ik kan hier bijvoorbeeld een actie opzetten die ik en iemand anders gaan doen, bijvoorbeeld. Tutorial maken, ik noem maar eventjes wat. En ik ga deze kaart toevoegen. En op het moment dat ik daarop klik, heb ik nog een heleboel functionaliteiten dat ik aan toe kan voegen. Ik kan foto's toevoegen, ik kan URL's toevoegen, filmpjes om bijvoorbeeld extra informatie erin te zetten. Dat is natuurlijk vooral handig als een geheugensteuntje voor jezelf. Of extra informatie voor als jij collega's wil gaan toevoegen. Op het moment dat ik hier bij leden klik, dan kan ik andere teamleden weergeven en die kan ik er één voor één bij zetten als ik dat wil. En dat betekent dus nu dat zij ook een notificatie hebben gekregen dat zij zijn toegewezen aan een bepaalde taak. Ik kan ook gebruik maken van labels voor overzichtelijkheid voor jezelf. Vervolgens kun je nog checklisten erin zetten voor extra functionaliteit en natuurlijk een eventuele vervaldatum. Stel, ik wil dat dit af is op woensdag de 27e om 9 uur 's ochtends. Moet het klaar zijn. Ik kan hier nog een herinnering instellen. En er staat hier ook alle leden en volgers van deze kaart zullen een herinnering ontvangen. Dus dat ga je ontvangen in de mail. Er staan nog een aantal andere dingetjes in, zoals inderdaad power-ups bijvoorbeeld, waar ik net al eventjes over had. En op deze manier kan je functionaliteit toevoegen en overzicht creëren. Nou, ik heb er hier natuurlijk nog maar eentje in staan. Op het moment dat deze klaar is, kan ik hem doorschuiven naar de volgende lijst, dat ik ermee bezig ben. Nou, ik ben er inderdaad mee bezig. En vervolgens, als hij klaar is, kan hij in deze lijst. Nou, zover is het natuurlijk nog niet. Om even te laten zien hoe dat werkt met Teams en met kaarten laat ik gewoon eventjes wat zien van wat ik hier gemaakt heb. Al op deze manier heb ik ook op dezelfde manier gewerkt. Ik heb nog een extra categorie eraan toegevoegd. Op dit moment in de doinglijst is deze tutorial aan het opnemen. En als ik hier straks mee klaar ben, dan kan ik die yay, in de volgende lijst neerzetten.
Dus dat is ook heel fijn voor jezelf, niet alleen qua overzicht, maar ook dat je denkt van, ik heb weer wat af, jippie. Ik laat nog eventjes deze lijst zien. Kijk, hier zie je dus heel goed wat er allemaal in staat, of daar ook data aan vastzitten en aan wie al deze taken zijn toebedeeld. En op deze manier heb je een heel goed overzicht van wat je allemaal kan doen. Nog even resumerend, Trello is een fantastisch systeem voor projectmanagement, zowel voor eigen borden als voor complete teams. Maar het is niet AVG-proof, iedereen moet een account aanmaken. Daarnaast, als je een nieuw bord aanmaakt, staat deze automatisch op openbaar. Let er dus op dat je dit direct wijzigt naar privé of naar Teams, zodat er niet per ongeluk een datalek kan ontstaan. Veel plezier ermee en dankjewel voor het kijken.